Het is 26 juli en dat betekent dat ik jarig ben. 29 alweer. En speciaal omdat ik jarig ben doe ik een vlog in het Nederlands. Het is de laatste officiële dag van de Dana Cup. Hoewel, morgen zijn de finales nog. En dan mag ik de meisjes onder de 15 fluiten. In het stadion. Dus weer een mooie finale. Daar was het uiteindelijk niet op te doen. Maar het is toch altijd mooi als je beloond wordt voor de manier waarop je fluit een week. Ontzettend naar mijn zin gehad. Leuke verjaardag. Gisteren ook echt een heel leuk feestje gehad. Wel wat korter dan gepland. Want ik had vanochtend om 7:30 ochtends alweer mijn eerste wedstrijd. En dan moet je natuurlijk wel fit op het veld staan. Is allemaal goed gegaan. Twee wedstrijden gefloten. Meisjes onder de 19, halve finale. Leuke samenwerking met mijn collega's uit Engeland. En een collega uit China. Een vrouw die daar op het hoogste niveau van vrouwenvoetbal fluit. Mooie ervaring. Ontzettend leuk om van elkaar te leren. En vanavond barst het feest los. Want morgen hoef ik pas om 1:15 te beginnen. Dus ik kan lekker genieten van mijn verjaardag. Het is ontzettend leuk. Er worden hier nog heel veel wedstrijden gespeeld. Zoals jullie om me heen kunnen zien. Het is nog ontzettend druk. Het zijn meestal allemaal halve finales die op dit moment gespeeld worden. En dat gaat uitmaken wie er straks in de finale staat. Op alle leeftijdscategorieën. Dus jongens onder de 13 tot aan meisjes onder de 19. Ontzettend leuk. Bijna 1000 teams die deelnemen aan het toernooi dit jaar. Dus echt de moeite waard om bij te zijn. Zoals jullie misschien wel kunnen zien, zijn mijn Nederlandse collega's op dit moment bezig. Te herkennen aan de oranje outfit. Daan is actief als assistent. Jan Dijs is assistent aan de andere kant. En Robert-Jan de Mik is de scheidsrechter bij deze wedstrijd. En zodra ze straks klaar zijn, dan ga ik ze eens vragen hoe deze wedstrijd verloopt tot nu toe. Ja, ik sta hier bij twee Nederlandse scheidsrechters. Jonas, allereerste keer. En Mick, derde keer. Ooit al een finale samen gehad. Jongens, wat vinden jullie tot nu toe van de Dana Cup dit jaar? Ja, door potjes. Dat is zeker waar. Het is jouw eerste keer. Wat vind je het leukste aan de Dana Cup? Oh, gezellige sfeer die overal hangt. Van de gemoedelijkheid. Dat klopt. Het is natuurlijk heel warm deze week. Het is vandaag boven de 30 graden gemeten. Is het een beetje te fluiten met dit weer? Ja, vooral veel water drinken. Dat is juist het belangrijkste. Ik vind het wel redelijk. Zeker weten. En als er nou mensen zijn die twijfelen of ze naar de Dana Cup moeten gaan, zouden jullie dan advies hebben waarom ze zouden moeten komen? Een leuke ervaring om een keer, je moet hier altijd Engels praten, dat ben je niet gewend als Nederlander in de Nederlandse competitie. En, je komt allerlei verschillende culturen tegen, andere manieren van voetbal dan de Nederlandse manier. Nou, op een of andere manier kun je toch weer, ondanks al die verschillen, dat iedereen toch weer een lol met elkaar kan hebben. Ja, dat is gewoon een hele gezellige, leuke sfeer. Zeker waar. Zullen we eens even afwachten wat Robert-Jan de Mik ervan bakt op dit veld? Ja, 60. Daar is hij. Oké, daar heeft hij. Scheidsrechter Robert-Jan de Mik. Aangenaam. Hoe gaat het er nu toe? Nou, het is eigenlijk twee vingers in de neus. Toch niet de hele wedstrijd hoop ik, hè? Nee, dat niet, want dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar nee. Deze twee heren, ik ben heel erg blij met ze, want zonder hen had ik het zeker niet gered. Want het is zo warm, dus ik ben blij dat ik minder hoefde te rennen en dat zij de rest vonden. Helemaal super. Alleen nog strafschoppen? Nee, kaartloos, geen problemen. Ja, beide teams kunnen er niet veel van, dus het is of de lammen of de blinden. En we gaan zien wie het beste de penalties neemt. En ik denk vooral dat we maar niet te veel moeilijke beslissingen nemen. Lijntje, niet te moeilijk. Helemaal goed. Leuke cliffhanger dus. Succes! Dankjewel. Redding! Keeper kon er niks van zijn, toch? Hij doet een keer iets goed. Iedereen heeft wel zijn nacht. Stiekem bleef hij gewoon achter zijn eigen beter zaken. I think he's just trapped up for zo'n lasers. Doe slot. Kom jij, Magnus! Wie zijn jullie achter? Kom jij!